maar waar met Puma? Wat ben je vergeten? Ben je vergeten dat weten of te vegen? Schijf eruit met de vieze grapjes van jou. Ik ben gisteravond weer vergeten de machine te doen. Schiet me gauw op. Ja. En? Was het gelukt? Nee, er was er nog maar eentje over, helaas. Ja, ja. Dus lekker bij je zitten, of niet wel? Ja, daar zitten we dan weer, hè? Hier onder het blokje kijken, alsjeblieft. Zitten we weer een lekker zeker op luisteren voor iedereen hier. Ja, wie had nou gedacht dat vorig jaar met radiokrakers en dit jaar wc-schoonmakers? Inderdaad. Ik was er vorig jaar met... Willem Bas. Ik heb niet meer uitgelegd. Dat klopt, ja, met Willem Bas. Weet je wat ik gehoord had? Die heeft een nieuwe baan. En tegenwoordig heeft hij wel 500 mensen onder zich werken. Werken zeker op de tweede verdieping. Oh, oh, meneer, is het talen? Dank u, vriendeling. Dat zagen we ook, elke weer zit de beeld is open. Nee, dat valt eigenlijk wel mee, ik kom net van Spurs af. Oh, daar heb je het al, dat horen we al vaker. Komt ze dat ze daar van die lauwe pis schenken? Oh, man. Hé, maar doe eens een beetje rustig aan met de gepis van over. Ja, kan er zo 150 euro kosten. Hè, wat? 150 euro? Ja, voor het wildplas, hè. Nou, dat zou ik maar wel rustig aan doen. Oh ja, prima, goed. Ik kom dus snap first binnen. Ziet er als een mooie stoot in de baas. Lijkt er als een pluk te zijn. Ik ga aan de baas zitten. Ik bestel een pilsje. Bart zit voor meneer. Ja, ik neem een gesprek aan van Bart en Astrid. Zeg Bart tegen Astrid. Leuk shirt heb je aan. Is dat van kneelleer gemaakt? Nee, gewoon latex, zegt Astrid. Hoezo? Oh, de bulten zitten er nog op. Astrid kon wel lachen en vroeg aan Bart. En jouw shirt dan? Is dat van varkensleer gemaakt? Varkensleer? Nee, hoezo, zegt Bart. Nou, de kop zit er nog op. Maar dames, ik ben weer klaar. Nierstenen zijn volgens mij ook in die hoort gevallen. Ik ga er weer vandoor. Ben, schud mee aan het first. Jongens, bedankt hè. Tot fijne avond. Hoi. Maar wat was het afgelopen zomer nog weer raar, of niet? Ben? Afgelopen zomer inderdaad. Ik weet het nog heel goed. Zon op de Steersbeekse weg bij familie van den Berg. Marion en Jos, volgens mij. Dat klopt, bij Marion en Jos, ja. Dat is volgens mij 25 jaar getrouwd of zo. Dat weet ik nog wel, want toen kwam de oudste van het stel, van de kinderen, of de oudste jongen van het stel, zo moet ik zeggen, Stef van den Berg. Die kwam naar ons toe en onze kar en zei: oh, vrouw, ik heb zo'n buikpijn. Zei, heb je dat weer gedronken? Nee, dat niet. Maar ik weet niet waardoor het komt. Daar heb ik ook nog wel over gehoord van het barpersoneel. Weet je waarom hij nou zijn buikpijn had? Nou, het zit zo. Iedere keer toen de Bart het barpersoneel een bier inzette, deze nog een veeltje onder en zette dat biertje zo mooi erop voor Stef, hè. En die drinkt maar door in de late uurtjes, 20, 25 biertjes. Op een gegeven moment, eind van de avond, vraagt de barpersoneel: hey Stef, wil je nog een biertje? Nou, zegt Stef, een biertje lust ik nog wel, maar het koekje hoeft er niet meer onder te doen. Wie komt daar nu aan? Chique vet? Jongen. Goedenavond, dames.
ik ben Rob Geus van de Zwaarpolitie. En ik ben man. Wat is het hier ranzig zeg? Wat een smerigheid. Nou, dat valt er wel mee. Zie je even de twee alweer en dan is het schoon. Nee, ik had het over jou. Nou, begin je nou ook alweer op? Ja, sorry. Maar goed, dames, waarvoor ik natuurlijk hier ben, is om een kijkje te nemen naar die sanitaire voorzieningen van jullie. Kan dat? Zeker, dus wij zijn wel benieuwd wat jij ervan vindt, Rob. Ja, zeer benieuwd. Oké, doen we dat. En de inspectie kan beginnen. Dat moet je zien, heeft het professioneel aangepakt hoor. Zo, zullen we eens beginnen, dames? Ik ben benieuwd wat ik vind. Meneer, u kunt hier een emmer naar uw handen wassen, hebben we hier schik van. Ah, kijk. Nou, kijk, daar begint het al mee. Man, kansloos dit hoor. En hebben jullie wel papieren doekjes om mijn handen mee af te drogen? Jongen. Dus zo gaat dat hier. Man. Nou, zullen we eens kijken wat we kunnen vinden hier. En, is het maar op? Nou, die rubbertjes hier, die zijn niet meer goed hoor. Jongen, man. Wat smerig zijn. Hey, was jullie al maanden kwijt? Oh, vertel, ja, ik zal maar even Bert een klein appen als ze weer gevonden zijn. Man. Geen idee wat ze hier op de hals houden. Nou, eens kijken wat we hier verder nog kunnen vinden. De registratielijsten zijn belangrijk. Hierop kan onze inspecteur direct zien hoe vaak er schoongemaakt wordt. Dames, die registratielijsten die moeten ingevuld. Die zijn al 3 maanden niet meer bijgehouden. Nou, dan zijn ze even up-to-date, of niet dan wel? Oh, gaat dat zo hier? Ja, dat verklaart een hoop. Niet alleen de schoonmaak, spullen die onder de smerigheid zitten. Rolf valt van de ene verbazing in de andere. Er is geen ordening en alles plakt. Godverdamme, ik word hier niet goed van hoor. Man. Nou, eens even kijken waar we verder nog gaan. Oh, godverdamme. Kakkelakken. Godverbabba. Oh. Nou, dames, ik al echt niet hoor. Baba, man. Nou, maar Rob, kijk niet bij de keurmerk, hè? Nou, dames, daar zit er voor jullie echt niet in. Daar is hier echt te smerig voor. Maar, misschien dat ik volgend jaar terugkom voor een herkansing. Nou, daar gaan we zeker ons best voor doen. Flink veilig gaan we denken, of niet, Bel? Zeker. Dat mag ik hopen, ja, want zoals dit is echt volstrekt kansloos. Nou, Rob, hartstikke bedankt voor de tijd dat je wil komen. Ja, graag gedaan. Hij belooft het, maar erg overtuigend klinkt het niet. Voordat Rob kan vertrekken, valt er opeens iets op. Oh, dames. Jullie hebben helemaal geen biertje meer. Harry, Bart, sorry eens voor die dames dat die nou een pilsje krijgen. Hij belooft het, maar erg overtuigend klinkt het niet. Rob, hartstikke bedankt weer. We gaan het volgend jaar naar de keurmerk en daar gaan we voor. Ja, dat mag ik hopen, want dat kan hier nog veel beter. We gaan ons best doen. Nog een fijne dienst. Tot ziens. Toch, echt Rob Geus gewoon niet betalen, hè? Jongen. Echt kansloos. Hé, maar even iets anders. Ik weet nog een leuk raadseltje. Vertel. Stel, hè? Wij zitten met z'n drietjes op de fiets, hè? Jij zit voorop, ik zit achterop. Wie zit er dan weer in het midden? Nou, het knelletje. Hé, Bep, daar gaat die fiets nooit houden. Jij zit voorop, ik zit achterop en dan zit ik 1 minuut in het midden. Nee, dat is echt heel moeilijk voor mij. Het is echt heel simpel, Bep. Jij zit voorop, ik zit achterop en Rob zit in het midden. Ja, hij valt weg, ja. Het deel is viel. Wacht. Hé, maar we komen laatst nog in... Een andere Rob tegen, maar die deed niet mee in een grapje. Hoezo deed hij niet mee? Rob weigerde. Hey, maar over vervoersmiddelen gesproken, hè? Ik zat laatst in de trein van Veolia. Weet je wie ik daar tegenkwam? Wacht, laat me denken. Treintje Oosterhuis? Nee, niet treintje, grapjas. Het was Rick Bongers. Hij was door zijn vader op pad gestuurd om ventieldopjes te gaan halen.
Dus ik raak in gesprek met Rick. En weet je wat me opvalt? Constant, als ik aan het praten ben en hij zijn mond, of hij zijn eigen nieuw te praten, zit hij zo. Wat ben je nou aan het doen? Wat staat er nou op? Nou, en wat sloeg daar dan op? Ja, nou, het bleek dus dat Rick nogal vergeetachtig was. En toen zei Frank, nou, gaan we gewoon met de trein en dan draai je gewoon met je vinger een rondje in je mond. Dan zet je niet vergeten waar je heen hoeft. Maar waar moest Rick heen dan? Nou, roer mond. Och man, dan mag Rick dat blij zijn dat Frank niet een waspik heeft gestuurd. Dank u. Dank u vriendelijk. Een euro? Een feestje, zo. Oh, dat komt wel. En de vrienden aan me rondbrengt. Lopen ze nou de hele avond mee? Oh, je bent ook niet op de vergadering geweest. Je bent ook niet op de vergadering. Nee. Ik kom niet aan mijn feest. Nou, Mien, ik ben blij dat we niet iedere dag zo'n bezoekers hebben. Ik ga er nu alleen maar over de zee. Ik ben het helemaal mee eens, Beb. En ik zeg ook al jaren, toen een blanse pissen werd, is het hele gezeik gevonden. Ja, maar ik moest gisteren toch nog je tegen Bleek halen, hè? Nou, maar raden. Wat bleek weer eens op te zijn, bedoel ik? Nee, ik was bij die alweer geweest, dus dat was allemaal prima geboren. Maar weet je wie tegenkwam, hè? Nee, dan? Jos Borges. Dus ik zat samen met Jos aan de bal bij de kassa. En er zat een heel mooi blond meisje achter ons. Van een jaar of 25. Had die Jos wel zijn hele wagen volgehaald met van dat gezonde spul, zonder pure oranje, rijst, wafels, sinaasappels, kun je zo gek niet bedenken. En Jos Borges zei ik. Oh. Maar goed, ik draai een keer om en dan zie ik net dat dat blondje een knipoog geeft aan Jos. En Jos, wat kent hij ervan? Ze gaat het nadenken en je weet niet, ze vraagt met de wolken. Ja, je bent de vader van een van mijn kinderen. Poef! Ging ik nog een keer. Jos, je zet ze in een hoedje en ik ga nadenken. De vader van mijn kinderen. En toen schiet ik hem te binnen. Opeens. Hij zegt, met mijn vrijgezellen feest. Dat is de enige keer dat ik vreemd ben gegaan. Dus hij vraagt aan die mevrouw. Ben jij een meisje van mijn vrijgezellen feest? Die toen heb genomen op de biljarttafel. Terwijl jouw vriendin en mij sloegen met de natte selderij. En toen een albazine in mijn mond deden. Poef! Ging het weer. Ik ben de lerares van je dochter! Jongen, maar even over het eigen zelffeest. Die Jos Bommers heeft toch helemaal je vrienden of wel? Oh, blijkt me toch wel. Maar pa, even opletten hoor, er komt volgens mij die vertegenwoordiger weer aan. Heb ik daar een hekel aan? Echt een hekel aan dat volk, jongen. Oh, hi. Goedenavond. En hoe kan ik jullie van dienst zijn? Zeg maar. Nou, mijn naam is Ajax. Vorige week is onze schoonmaakster overleden. Ik weet niet, misschien kunnen we daar iets aan doen. Had jij trouwens ook begrepen wat er op die grafsteen bestaat? Ja, volgens mij iets van opgeruimd staat netjes. Inderdaad. Nou dames, alles leuk en aardig hebben. Daarvoor kom ik natuurlijk. Ik heb hier een nieuwe schoonmaakmiddel. En als jullie die eentje kopen, is het halve werk hier gedaan. Nou, dan gaan we al doen met twee. Ik doe voortaan ook een stofzuigers verkopen. Misschien is het ook iets voor jullie. Laatst had ik er bijna eentje verkocht aan onze Ingrid Cup. Ingrid Cup? Die maakt toch nooit schoon?
Jawel, ik ging daar dus, ik reed naar de Steensbeeksweg, Ingrid doet netjes open en begin mijn verhaal te vertellen. Ik zeg, ik verkoop wat aan stofzuigers. Ik zei, ik zou eens even demonstreren voor u. Oh ja, ik zie het al helemaal voor me weer. Ingrid die denkt, een mooi zo'n gratis schoongemaakt huis, fantastisch. Nou Mien, zo zit ik even misschien in elkaar, hè? Maar Ingrid dus niet. Dus ik zeg, deze stofzuiger, die zuigt alles werkelijk op, tot aan de laatste korrel. Zo niet, ik vreet het zelf wel op. Dus dan zeg ik, Ingrid, begin maar vast met eten, want we hebben maand geen stroom. Wat een pak, joh. Om daar iets anders leuks misschien te vertellen, of niet? Ik heb nog een mop. Ja, heel grappig. Geef me gauw hier. En hou die grapjas ook alsjeblieft aan. Oké. Dames, bedankt. En tot de volgende keer, hè? Ja. Wil je ook weg al, toch? Ik heb ooit zo'n muntje vertegenwoordigd. Dat is verschrikkelijk, zeg. Hey, goedendag. Goedendag, kom. Gewoon betalen. Hallo, meneer. Hallo. Hallo. Heren, heren, voor de plassen even de bril omhoog, kom op. Dank u. Sorry, helemaal vergeten. Hey, want we was het ook gezellig bij de fus? Ja, hartstikke gezellig, maar sterker nog, ik kom even een nieuwe fus ophalen. Nou, er zijn vandaag heel veel mensen geweest, ik denk dat de heerheid vol is. Kunnen we ook gelijk extra tegen Bart zeggen dat hij de vorige fus heeft betalen? Ja, dat zal ik doen, maar ik beloof het niet. Dankjewel. Nou, ik denk dat we weer genoeg gezegd voor vandaag gehoord. We klappen die kar dicht en we gaan er vandoor. Ja, zo te zien valt ook niet zoveel te verdienen hier. Dankjewel. Ik denk dat Willy als eerste hier wel even iets op kunt reageren. Ja, kijk, jongens, lak 40. Of was het nou 38, wat was het nou eigenlijk precies? Kansloos zien deze jongens echt niet, hoor. Nee, wat ze zo op het podium doen, jongens, pet je af. Hartstikke mooi gedaan. Ja, onze wc-dames, die hebben we helemaal meegemaakt op de wc. Geweldig mooi gedaan, dames. Ja, even een kleine ietsje, dat weet iedereen zal wel goed weten. Ze moeten natuurlijk daar weer met de Buitenmaas naar beneden gaan. Maar de medaille die krijgen ze pas morgen. Dat doen we om vandaag een beetje tijdwinst te kunnen creëren. Zodat we op tijd klaar zijn. Voor de ouderen onder ons, dat die dan mooi op tijd naar bed kunnen. Uitrusten voor morgen. En ook de jongeren. Daarvoor hebben we dat. Maar natuurlijk wil ik ze toch even bedanken, want ze hebben een geweldig mooi stuk neergezet. Lak 40!